dames, heren en mensen uit het buitenland, bijzonder welkom. Ik kom helemaal uit Zuid-Afrika, heb ik begrepen. Hoe gaat het in Kaapstad? Winteren. Ik ben vanavond in elk geval niet proberen om sociolinguïstisch bezig te zijn. Wat we zeggen, beschrijvingen te geven van allerlei onderwerpen en problemen die met meertaligheid te maken hebben. De studenten van het IOL hebben vaak onderwerpen daarover, inscripties verwerkt. En je kunt ook elders het een en ander lezen. En ik heb zelf ook wel eens over gepubliceerd. Wat ik vanavond wil doen is eigenlijk wat punten en aantekeningen aan onze schrijvers en dichters voorhouden over de mogelijkheden die onze meertaligheid hun biedt om hun taalproducten creatief te verrijken. Ik heb de volgende lijn. Eerst iets over literatuur, dan iets over taalkeuze, dan de Surinaamse realiteit, of taalrealiteit, en de schrijverdichter in die taalrealiteit. Ik moet u erbij zeggen dat ik kijk dan in het eerste deel tegen literatuur aan, niet als een literatuurwetenschapper. Ik weet niet wat literatuur is. Ik kijk alleen wat mensen doen met taal. Nou, literatuur, kennelijk, de dingen die ze ons geven en zeggen, kijk, dit is literatuur, is iets wat gemaakt is met taal. Men doet iets met taal. Men werkt met woorden, met de rangschikking daarvan, met klanken, men speelt met betekenissen. En bij orale literatuur, dus mondelinge literatuur, speelt het lichaam ook nog een rol erbij. Gebaren, oogopslag, de stem, de hele body language. Mijn eerste vraag is, waarom ben je op die manier met taal bezig? En tegelijkertijd zeg ik, dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Is het omdat je het persoonlijk prettig vindt je zo te uiten, met opvallend taalgebruik, opvallende rangschikking van woorden? Of weer iets moois maken met taalmiddelen en dan hoop je stiekem dat ook anderen het mooi zullen vinden. Weer anderen iets laten voelen wat jou beroert in je omgeving, in de natuur. Of wil je een boodschap geven aan anderen? Wil je misschien je medemens iets leren? Hem een al of niet verzonnen verhaal vertellen? Het verleden weer in leven roepen? Dat kan allemaal. Het resultaat van je werk is dan een taalproduct. En wat taal betreft een opvallend taalproduct. Maar daar wil ik vanavond niet op ingaan. Maar de vraag is nu, wat van dit alles noemen wij literatuur? En weet je, naar mijn mening is dat de makkelijkste beantwoorde vraag. Want wij noemen literatuur wat we met z'n allen literatuur vinden. Simpel. En de opvattingen en smaken hierin kunnen heel, heel erg verschillen. En toch geloof ik dat op de duur een soort algemene opvatting ontstaat over de literaire waarde van deze taalproducten. Een soort algemene opvatting per land van wat dan wel en wat geen literatuur zou zijn. Ik zeg per land, want deze opvatting
over wat dan wel en wat geen literatuur zal zijn, is naar mijn mening historisch, cultureel en regionaal bepaald. Het gevolg hiervan is dat je enorme variatie hebt in opvattingen over literaturen in de wereld. Er zijn vele, vele literaturen. En per periode verschillen de opvattingen daarover. Soms bemoeien zelfs overheden met wat dan literatuur zou zijn en wat niet. In de Duitse nazi-periode werden sommige geschriften als ontaarde literatuur bestempeld door de nazi-regeerders. En toch komt het voor dat sommige werken wereldwijd gewaardeerd worden, ongeacht de taal en cultuur van herkomst. Maar let op, dit betekent niet dat de schrijver daarvan zich bewust tot de hele wereld gericht heeft. Meestal is het tegendeel waar. Door authentiek zichzelf te zijn, komt het universele in het werk van zo'n schrijver naar boven. Authentiek, houdt u dat woord vast. De boeken van de beroemde Russische schrijver, ik zeg schrijvers uit de 19e eeuw zoals Tolstoy en anderen, zijn universeel, terwijl ze door en door Russisch zijn. Denk maar aan Tolstoy's Oorlog en Vrede en Anna Karenina. Tolstoy heeft helemaal geen vreemdeling op het oog wanneer hij die boeken schrijft. Die 4-5 aristocratische families in Oorlog en Vrede zijn zo door en door Russisch. En die hele Russische aristocratie met het Frans wat ze gebruiken, komt tot leven in die boeken. Je ziet die families voor je. Hij doet geen concessies aan het buitenland, want hij doet zelfs een codewisseling in Oorlog en Vrede, wanneer hij die sophisticated Russische dames aan het woord laat, die beweren dat ze geen Russisch kennen, omdat ze in het Frans zijn opgevoed. U kent dit soort verschijnselen ook in Suriname, dat men geen Surinaamse woord kent, behalve wanneer die krap in de tijd, dan wordt het wat anders. Ik ben ook ervan overtuigd dat de gedichten van Trefosa universeel zijn, juist omdat hij door en door in zijn eigen Surinaamse wezen heel diep gegraven heeft tot in zijn kokko en daarvoor op authentieke wijze zijn eigen Surinaam taalmiddelen heeft gebruikt. Maar hoe dan ook, we kunnen de Surinaamse literatuur onderscheiden van bijvoorbeeld de Nederlandse of de Chinese. En let op, het is niet vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld de Nederlandse schrijver Mulisch in China dezelfde literaire waardering krijgt als die hij in Nederland heeft. Korter gezegd, het kan voorkomen dat wat men in Nederland literair de hemel inprijst, in Suriname waardeloos wordt gevonden en ook omgekeerd. En dit voor Nederland en Suriname nota bene, terwijl we elkaars taal menen te verstaan. Menen te verstaan. En dan hoe wordt het wanneer eerst vertaald moet worden? Wordt het helemaal een probleem. Maar ja, het komt toch ook voor dat een schrijver schrijft om in de eerste plaats in zijn eigen taal- en cultuurgemeenschap gelezen te worden. Rappa schrijft niet om in de eerste plaats al of niet in vertaling in Tibet, Afghanistan of Armenië gelezen te worden. Dat doet Mulisch ook niet. En hier komt een belangrijke zin. Of een Surinaamse schrijver, dichter
het Europese Nederland mederekent tot zijn taal- en cultuurgemeenschap, is een vraag die hij, zij alleen kan beantwoorden. Als hij dus meent dat hij ook voor Nederland aan de Noordzee schrijft. Maar zeker is dat zijn literaire taalkeuze daardoor ernstig beïnvloed kan worden. Hij zal waarschijnlijk concessies moeten doen aan zijn Europese lezer en dit kan ten nadele gaan van de authenticiteit van zijn geschrift. Meningsverschillen over wat literatuur is, zullen blijven bestaan en merkwaardig dat geruzie over dit is literatuur en dat is geen literatuur, levert soms smakelijker producten op die dan weer voor ons literatuur worden. Tot zover literatuur. En nu de taalkeuze. Vooral de taalkeuze van een Surinaamse schrijver, dichter. De literaire taalkeuze dus.